Dag. Vandaag ga ik jullie laten zien wat voor nuttigs je allemaal met een multimeter kunt doen. Ook als je geen, net als ik, geen elektronicus bent. Ik heb zo'n ding al wel heel lang. Vroeger hadden ze een wijzertje. Maar tegenwoordig is het natuurlijk allemaal digitaal. Deze heb ik al een jaar of 25, schat ik. En die gebruik ik in huis. Deze gebruik ik in mijn werkplaats. En deze heb ik sinds een jaartje en die gebruik ik als we op reis gaan met de caravan. Want dan kun je namelijk ook stroomsterktes mee meten. En dat is een erg handige toepassing. Zo'n multimeter kun je heel snel al terugverdienen. Misschien dat deze toen nogal duur was en dan duurt dat iets langer. Maar tegenwoordig zijn die dingen, zeker als je ze via Amazon of AliExpress koopt, zo goedkoop dat je ze binnen een 1 of 2 jaar al terugverdiend kunt hebben. Ik heb hier bijvoorbeeld een aantal alkaline batterijen. De meeste mensen hebben ergens een la met allemaal batterijen en ze weten bij God niet meer welke vol zijn of leeg of half leeg. Nou, dat kun je op deze manier heel makkelijk controleren. Je zet dit ding op gelijkstroomspanning. En welk volt range dat je dan kiest, welk bereik, dat maakt niet zoveel uit. Hè, als je een te klein bereik kiest, net als 200 millivolt, dan zegt hij gewoon iets van de overrange of in dit geval zegt hij 1. Hè, en kies ik 1000 volt, dan krijg je een hele grove weergave, namelijk 1 volt of 2 volt. Daar kiest hij tussen. Zet ik hem op het bereik van het 1,5 volt, hè, in dit geval 2 volt, nou, dan krijg je een heel nauwkeurige aflezing. 1,6. 1,6. 1,5 zeg maar. 1,5. 1,6. 1,6. 1,48. 1,48. En 1,6. Nou, dus deze twee setjes, ik had ze al met tape aan elkaar verbonden, die zijn half volt, 1,5 volt. Deze zijn hartstikke nieuw, 1,6 volt. Ik gooi ze weg als ze onder de 1,3 volt en lager, dan horen ze gewoon bij het chemisch afval. Goed, dat soort dingen kun je ook doen met oplaadbare batterijen. Ik heb hier bijvoorbeeld een dure flitser die vorig jaar problemen gaf. Toen bleek dat als ik die batterijen opgeladen had, dat, en die dingen zijn nominaal 1,2 volt, dat 1,3, 1,27, 1,28, 1,3, 1,3. Toen zat er één accu tussen die nauwelijks enige spanning gaf, zeg maar iets 0,3 volt. Nou, dat is dus een accu die kapot is. Die heb ik ook weer met het chemisch afval meegegeven. Ik had nog een aantal wat oudere accu's, maar wel op zich hele goede. 2600 mAh capaciteit heeft dit ding. Die heb ik er toen aan toegevoegd en sindsdien werkt die flitser weer als een speer. Tegenwoordig heb je ook heel veel kleinere apparaatjes die met die lithiumcellen werken. Keukenweegschaaltjes, dat soort dingen. Nou, die leveren 3,3 volt. Wacht, moet ik hem dus even boven op 20 zetten, zodat hij die 3,3 volt ook aan kan geven. 3,34. Zo. Oh. 3,22.
3,22. Nou, zo kun je al die dingen afgaan en controleren of dat er een slechte tussen zit die je weg, waarvan het geen enkel nut heeft om die te gaan gebruiken. Nou, dit is een heel goed merk, Varta. Maar als je van die vaccine, van die elektrische vaccinelichtjes koopt of iets dergelijks, nou, daar zit het goedkoopste van het goedkoopste in. Daar ga je geen dure Varta batterijtjes in zetten. Als je bijvoorbeeld een sporthorloge waar zo'n batterij in zit, of een fietscomputertje waar zo'n batterij in zit, koop dan iets fatsoenlijks. Maar koop er wel in setjes van 5, want dan zijn ze nauwelijks duurder dan, dan per stuk. Dit setje kostte geloof ik 5 euro. En in enkelvoud worden ze voor 4,5 euro verkocht of zo. Dus let daarop. Dat prijstechnische aspect, dat geldt trouwens ook een beetje voor die alkaline batterijen. Dit is een Duracell batterij. En de rest is allemaal huismerk accu's, van Kruidvat geloof ik. Oh ja, hier zie ik Philips trouwens. Let erop dat je die accu's koopt in aanbiedingen en een huismerk is echt even goed als zo'n Duracell. Duracell is vooral duur door de enorme hoeveelheid geld die ze uitgeven aan reclame. En daar spelen ze toch vals in ook, want ze vergelijken dan hun alkaline batterijen, dit zijn allemaal alkaline batterijen, met hele ouderwetse zink-kool batterijen. En die ken ik wel uit de pruimentijd van toen ik nog jong was, maar tegenwoordig worden ze nauwelijks meer gemaakt. Goed, dan heb ik hier een loodaccu. En of dat die loodaccu nou zo groot is, of zo groot, of nog kleiner, hè, maakt allemaal niet uit. Zo'n ding dat geeft, er zitten 6 cellen van 2 volt in, samen 12 volt. Deze heb ik pas geleden nog opgeladen. Is nu 12,1 volt, zeg maar. Dat is netjes. Hè. Ontdek je nu dat zo'n spanning bijvoorbeeld onder de 9,5 volt ligt, nou, dan zou ik hem A als een speer opladen, want als zo'n accu 4 keer onder de 9,4 volt komt, dan is hij kapot. Ik heb hier 2 hoofdlampjes, die zijn super makkelijk, want die kun je namelijk gewoon met een USB kabeltje opladen. En daar zitten lithiumbatterijen in. Kijk, op enkele duizenden van deze cellen, want die worden meestal cellen genoemd, of batterij, mag je ook zeggen van mij, lopen Tesla's en andere elektrische auto's die zijn vol 4,2 volt, 4,09 en 3,57. Dus deze die moet bijgeladen worden. Dat weet je dan, want bij 3,3 is zo'n batterij leeg. Dan moet je hem als leeg beschouwen, laat ik het zo zeggen. Zo. Dus deze gaan we opladen. Je kunt van dit soort setjes knoopcellen kopen. Die kunnen uiteenlopende voltages hebben. Je komt erachter door het type nummer. En sommige knoopcellen die hebben meerdere type nummers. Als je dit type nummer opzoekt via Google, dan kom je er wel achter welke spanning zo'n knoopcel moet kunnen leveren. Nou, als je dit nou jaren bewaart en je haalt die knoopcel eruit en hij levert dat voltage niet, nou, dan heb je er dus niks meer aan. Ik ben geen groot liefhebber van dit soort blisters.
wil je gewoon kijken of dat er in je accu nog voldoende spanning zit, dan klem je dus de zwarte pol daarop. Als je dat andersom doet, maakt helemaal niks uit, want dan krijg je gewoon een minnetje daarvoor. En dan ga je opzoeken bij de pluspol, die zit daar. Kijk, als ik daar dat klemmetje op zet, dan krijg ik echt de ongefilterde stroomsterkte op de accu nu. Tot nu toe hebben we wel bekeken hoe je gelijkstroom meet, maar nu heb ik de voltstand gekozen met de tilde erachter. Dat is het teken voor wisselstroom. En daarmee kun je bijvoorbeeld kijken of dat er op een stekker stroom zit. Nou, moet je natuurlijk de normale veiligheidsmaatregelen in acht nemen. Met andere woorden, niet aan het metaal komen. Anders krijg je gewoon een opdonder. Ik heb hem nu op 750 volt gezet. Want het stroomnet is 230 volt tegenwoordig ongeveer. Dat zijn ze steeds hoger aan het maken. Komt hij op 238, 239 volt, dus bijna 240 volt. Hele oude 220 apparatuur, 220 volt apparatuur, die krijgt dus steeds meer voor de kiezen. Goed, dat is dus een wisselstroommeting. De volgende nuttige functie waar we mee aan de slag gaan is het meten van weerstand. Nou, daar gaan we niet al te moeilijk over liggen doen. Weerstand wordt uitgedrukt in ohm, dat is dat Griekse symbooltje daar. Op welke stand je binnen dat ohmbereik de schakelaar ook zet, maakt eigenlijk voor het doel wat ik nu wil aanstippen niks uit. Want kijk, die 1 betekent bij deze meter dat het meetbereik overschreden wordt. Ga ik die twee draden nou tegen elkaar aanhouden, dan wordt de weerstand voor de stroom, hier zit een batterijtje in dat apparaat zit een batterij, die stuurt stroom door die draden en die kan nou weerstandsloos eigenlijk hier doorheen lopen, omdat ik die twee draden tegen elkaar aanhoud. Nou, daar kun je gebruik van maken. Bijvoorbeeld zou ik de weerstand die mijn lichaam uitoefent op hoeveel stroom er doorheen kan gaan, meten. Nou, die is 1,8 miljoen ohm. Dus een hele hoge weerstand. Maar genoeg om bijvoorbeeld een hart weer op gang te brengen met een elektrische schok. Nou, iets dichter bij de grond is het meten van bijvoorbeeld doormeten van zo'n kabeltje. Kijk, hier kan ik hem tegen aanhouden en daar kan ik hem tegen aanhouden. En als die dan naar nul gaat, dan is er een goede verbinding. Is dat kabeltje niet gebroken? Hij is nul. Ga ik hem in het midden erop houden, dat valt nog niet mee. En dan daar, en hij komt op nul, dan is ook die verbinding goed. Ga ik hem hier ophouden en daar, dan is ook die verbinding goed. Dus zo kun je een kabeltje doormeten. Dat is een simpele toepassing. Een iets andere toepassing is bijvoorbeeld het kijken of dat een gloeilamp nog werkt. Of het spiraaltje nog goed is wat er binnenin zit. Kijk, ik verbind hem door en de weerstand blijkt nul te zijn. Ik verbind hem door en de weerstand blijkt nul te zijn. Dit is een halogeenlampje, een xenonlampje. Hou zo vast. Die zou ook nul moeten zijn volgens mij. Maar is dat niet. Dus hij is of kapot.
of het werkt anders dan hoe. Kijk, die is wel nodig. Dus deze, die blijkt kapot te zijn. Dat wist ik niet, maar dat wil zeggen dat ik hem dus weggooi. Ik gebruik ze ook helemaal niet meer, maar ze liggen nog ergens in een potje te vallen. Hoe werkt dat nou? Nou, in een gloeilamp heb je hier een contact en daar een contact. Als je goed kijkt, even zien of dat ik dat wat dichterbij kan houden, zo, dan zie je, dan is één contact is verbonden met dat metalen pennetje daar. En het andere contact is verbonden met dat metalen pennetje. Maar die twee pennetjes, die zijn weer met elkaar verbonden met een heel dun gloeidraadje. Hoe kom je er nou achter waar de fout zit? Nou, door ze één voor één af te gaan. Of je nou zo of zo aansluit, maakt helemaal niks uit. Want die lampen die zijn even blij van de stroom die linksom of rechtsom gaat. Zo. Ja. Nou, dan blijkt deze dus de boosdoener te zijn. Dus dan zou je deze los kunnen maken, andere lamp erop en het werkt weer. Ik sta hier nu bij mijn auto. En bij een auto heb je een systeem en ook bij een fiets en een bromfiets en een motor dat als je de accu hebt, dan zit er eigenlijk een min en een plus, hè, dus het is gelijkstroom. En die min die zit eigenlijk rechtstreeks verbonden met de auto. Kijk, deze kabel die daar naartoe loopt, zo hier met een bochtje. En zit daar gewoon direct aan het frame, aan het chassis van de auto vast. En ik kan je verzekeren dat er nog een aantal van dit soort verbindingen zijn. Bijvoorbeeld de motor, die hangt in rubber. Die zit op rubber geveerd. Maar ja, daar moet de stroom ook wel doorheen kunnen lopen. He, want die... De auto, het chassis, is eigenlijk een kabel. Hè? Zoals deze. Is het metaal van de auto is een kabel. En het metaal van de motor moet dat ook zijn. Maar je kunt wel eens hebben dat zo'n verbinding aan het oxideren is geslagen of los is gegaan. Nou, om dat te kunnen onderzoeken kun je dan hier of daar, maar dan moet er geen verf op zitten. Dus dan moet je dan even, oh ja, hier zit geen verf op. He, daar zet je dan dit klemmetje even op. En dan ga je gewoon aftasten met de andere pool van deze meter in de ohmstand, in de weerstandstand. Of dat je overal een goede verbinding hebt. En dan moet je alleen meten op blanke delen. Kijk, hier heb je bijvoorbeeld de verbindingskabel van de motor, de massakabel van de motor naar het chassis. En waar die precies aan het chassis vast zit, oh ja, hier achter, ja, dat zal op de video moeilijk te zien zijn. Dus hier zit het had ook rechtstreeks van de accu naar de motor kunnen lopen, maar ze hebben hiervoor gekozen. Dit is dikke kabel, dure kabel dus, en dan is elke 10 centimeter is er één. Mocht je zo'n auto met een set accukabels vanaf een andere auto willen starten, dan doe je dat door aansluiten op de pluspool en op de motorpool, dus deze. Het metalen deel van de motor. En dan niet een of ander lullig blikken dingetje zoals daar, maar gewoon een stuk massief metaal van de motor. Zo hoort dat tegenwoordig. Dan hebben we nog de stand waarmee je amperes kunt meten. Dat is stroomsterkte. Bij deze moet je kiezen tussen ampère wisselstroom. Dat is dus wat uit het stroomnet komt.
of amperes gelijkstroom. Dan heb je nog de keuze tussen het meten van hele kleine stroomsterktes en het meten van een stroomsterkte tot 20 ampère bij deze meter. Dat is al flink wat. Is de stroomsterkte echter groter, dan blaas je dit ding op. Daarom is er een veel veiliger methode om amperes te kunnen meten, zelfs hele grote stroomsterktes. En dat is met deze meter. En daar ga ik even van laten zien hoe dat werkt. Ik heb hier een opstelling gemaakt waarbij ik van het stroomnet 240 volt naar dit apparaatje stuur via de kabel die ik opgesplitst heb in twee losse stroomkabeltjes. Komt dat hier binnen. Die stroom kan ik meten, want dat is wisselstroom, door hier AC te selecteren en dan die klem om een van die twee stroomkabeltjes heen te klemmen. Zo. En dan zie ik dat daar dus 0,18 ampère doorheen gaat. Dat gaat naar dit apparaat. Dit apparaat maakt daar gelijkspanning van en gestabiliseerd. Dat kost allemaal, daarbij gaat energie verloren. En die komt er in de vorm van warmte uit hier via die koelribben en zo. Uiteindelijk maakt hij daar dus gelijkstroom van. Nou, dan maak ik hier van AC, kies ik DC. Die zet ik op 0. En dan kan ik zo meten hoeveel stroom er uitkomt. Dat is 1,45 ampère. En dit apparaatje maakt van die 13,8 volt die hier uitkomt 21 volt van, maar met een stroomsterkte van 0,9 ampère. Grappig, hè? Dan kun je allemaal uitrekenen hoeveel rendement dit apparaatje heeft, hoeveel rendement dit apparaat heeft. Dit ongetwijfeld veel minder rendement. Dat is een heel ouderwets gestabiliseerde voeding.